en heren, sensationeler dan Expeditie Robinson. Kom kijken naar het... Het monster. Triestig, bitter, en maar goed. En goed gebracht. Zeer sterk, ja. Stef om na te denken. Dat is allemaal goed en wel, maar is toen te lachen? We zijn nu een uur na de voorstelling ongeveer, denk ik, en ik ben er nog niet goed van. De mensen, er zijn al genoeg misère op de tv, hè? Ik heb daar zitten lachen, het was heel humoristisch, maar ondertussen heb ik ook zitten wenen. En ik wist eigenlijk niet goed of ik moest lachen of wenen. Het was dus schitterend. Ik noem dit een hulde aan de leerkracht. De leraar staat in het onderwijs. Een hoer staat op de stoep. Ik was na de voorstelling er helemaal kapot van. Ik heb genoten, ik heb mij ongelooflijk goed geamuseerd. Maar mezelf ook heel erg herkend in de figuur die dus naar voren gebracht werd. Heel veel sympathie ervoor. Het was tegelijkertijd grappig, maar ook heel, heel ontroerend. Het heeft mij ook heel, heel diep geraakt. En ik ga zeker mijn collega's er proberen warm voor te maken om naar deze schitterende voorstelling te komen kijken. Taal, literatuur, mooi hè, gast. Het choqueerde mij wel en ik herken daar wel dingen in. Het was echt wel heel mooi en aangrijpend. Ik vond het een zeer goede voorstelling. Hè. Het was op sommige momenten zeer heftig. En het heeft ook, vind ik, de functie van de leraar in een mooi perspectief geplaatst. Het is ook een beroep dat nogal miskend is. En dat nu ook weer zeer in de actualiteit is met het hoofddoekenverbod en zo. En natuurlijk, ja, Stefan is een echt een topacteur. Hij doet dat enorm goed. Hè. Die is tot gast! Het stuk was geweldig, het stuk is prachtig gebracht en begrijpelijk. Het is echt wrang, bitter en fantastisch goed gespeeld. Kids with guns, kids with guns.